Maak kennis met Ibor, een Mechelse herder van de politieeenheid Zeeland-West-Brabant. Ibor is een hond, maar ook een wapen. Dat is een behoorlijk geweldsmiddel. Hè. Als je hem als geweldsmiddel inzet, dan moet je dat rekenen dat dat net onder het vuurwapen zit. Ibor is een van de 8 politiehonden in Zeeland. Hij vormt een hechtteam met zijn begeleider Patty. Ja, we zijn altijd samen, dus als ik op dienst kom, dan gaat hij altijd met mij mee. Als we thuis zijn, zijn we ook samen, want hij gaat ook mee naar huis. Hij is dan in de achtertuin. En je doet altijd met hem dienst. Dus niet als hij ziek is, dat iemand anders, dat ik een andere hond kan nemen. We zijn altijd samen. En we zijn helemaal op elkaar ingewerkt. Ibor kan voorwerpen opsporen die een verdachte heeft laten vallen. En hij kan de verdachte zelf opsporen. En zoals dat heet, stellen. We gaan een steloefening doen. We gaan de hond op het pak zetten. Bij het oefening. Dus de hond wordt gestuurd naar mij als verdachte. En als de hond mij te pakken heeft, dan word ik tot stilstaan gedwongen. Dan wordt de hond losgehaald en dan ben ik aangehouden. U heeft een dik pak aan, is dat voldoende om zo'n hond te stoppen? Ja, meestal wel. Ja? Meestal wel. Soms als die goed bijt, dan voel je, dan zit je vel er wel tussen, dan voel je het wel. Maar over het algemeen is het voldoende. De verdachte krijgt 2 waarschuwingen om te blijven staan. Luistert hij niet, dan komt de hond. Nee, vooruit! Ik zeg wel eens gekscherend dan van je kan beter neergeschoten worden dan door zo'n hond gebeten worden. Want ja, ze richten toch behoorlijk letsel aan. En dat is wel iets wat we meenemen in de afweging tot het inzetten van de diensthond. Wordt niet zomaar licht ingezet? Nee, je moet echt wel een behoorlijk misdrijf, vergrijp hebben gepleegd. Willen we met een surveillancehond op je gaan werken, op de verdachte. Deze verdachte bleef overeind, maar in werkelijkheid komt de hond met een snelheid van 40 km per uur en een gewicht van zo'n 30 kilo aangestormd. Dus wees gewaarschuwd.